Goedemiddag jongens, we leven nu om 1:30. Zondag 5 juli, jullie hebben deel 1 gedaan van de motorcuzie. Stelvio, waar we niet wisten wat het probleem is. Ik dacht, eerst leg aan de kardan. We hebben de kardan nagekeken. We hebben die hele motor uit elkaar gehaald. Oh la la! Even zo'n 360 graden view. Ja. Hey, dus wat gaan we doen? Hoe lang waren we mee bezig? Een paar uurtjes. Ja. Drie uurtjes. En we zijn met drie man bezig, hè? Drie man. Ervaren mensen. Ja, drie man hebben ervaring een beetje. Een beetje verstand van. We hebben nou die motor omhoog gezet. Mashallah. Alhamdulillah. Naar achter een beetje. Ja. Om de kijkers een beetje. Even kijken zo. Meer beeld te geven. Dus volgens mij waren het toch de koppelingsplaten. Ik had gehoopt dat het kardan was. Was wat makkelijker geweest. Maar helaas geen kardan. Het zag allemaal netjes uit. We gaan even kijken. We gaan kijken wat het kwaad probleem is. Israël. Zo, wat een blok, jongen. Ja. Shalom. Hij is even... Barachim. Kom, Israël. Wat gaan we nou doen? We gaan proberen die blok recht te zetten, denk ik. Wat wij moeten doen, Luis? We draaien hem zo. Dat hij zo staat. Juist, dat we makkelijk bij de koppeling kunnen. De koppeling plat los kunnen maken. Juist. Maar gaat het lukken met z'n tweeën? Ja. Laat je spierbal zien. Je vast? Ja. Iets voor. Kijk. Kijk, nou staat hij goed. Een tiet naar voren. Ja, maar de BMW, hoe wordt de BMW genoemd? De BMW wordt genoemd, een BMW wordt genoemd, een Moto Guzzi met tieten. ik beledig geen motorrijden, geen BMW rijden, hè? Want de Moto Guzzi staat sinds 1921. Maar allemaal leuke motoren, allemaal. Ik vervang liever 10 koppelingsplaten op één dag van de Japanen, dan één keer in de week dit. Zo, hey. Subhanallah. Ja. Salam alaikum. Hey, even losmaken het allemaal. Gaan we loshalen. Ja, is goed. Even stoppen? Nee, gewoon, je mag door. Verder, oké. Okay. Ja. Pak plaats hier, allemaal 10. Maar, best wel veel werk aan. Mag wel. Die motor heeft 130.000 kilometer gereden. Ik heb heel veel plezier gehad met het ding. Als je kijkt, het ding is gewoon in topstaat nog. Het ding is gewoon super mooi. Dan loop ik hem helemaal, maak ik hem helemaal nieuw weer. En dan ga ik nog een keer 130.000 kilometer rijden. Ik heb nog 16 jaar mee rijden. Zo. Maar hoe alles op los draait, hè? Alles draait gewoon echt lekker. Niet moeilijk of wat dan ook. Als je mij die lange 10 geeft daar, die T nog beter. Heel makkelijk. Alles gaat zo makkelijk los, niet normaal. Dat is wel mijn motorcuzie, alles gaat makkelijk los. Net als een 220D Mercedes. Ja, dat is gewoon. Ja, maar dit is verstandig. Precies, 220 is nog een ander systeem weer. Het is een zieke wagen, dat is een fout gewoon in de wereld. Honda, Mercedes. Krijgen we nog Russische benzine? Ik ben deze dingen in Rusland geweest. Russia! Deze pomp is allemaal een keer kapot gaan. Is hij kapot? Ik denk dat hij allemaal een keer kapot gaan, dan moet je zo losmaken. Luis? Ja. Ik moet daar een rubberen hamer moet hebben. Oh, nog niet. Nee, ik heb nog wat.
Johan en Charlie vinden we nou snel een koppelingsplaats zit. Ja. Even kijken wat de pot aan elkaar is. De blok zit nog netjes uit hoor. Ja, nee, dit is een blok gaat gewoon een eeuw mee. Dat gaat, dit houdt niet op, nee. We moeten even zo dus een beetje opnemen. Dat gaat je vrijdag, Isa? Ja, doe het met liefde. Dat is mijn vrij. Of nu? Ja, met liefde. Onder, ach, prachtig mood. Ja, onder echt. Met liefde doe ik dit. Wij doen het ook met liefde, Isa. Ja, ik weet het. Het is een mooi project. Waar is die plastic hamer? Is dan alles goed eruit? Is alles eruit? Hij gaat. Misschien iemand vasthouden en dan iemand slaan. Komt benzine uit die benzine de slang. Toch wat een zwaarder gereedschap. Ik pak een bandenreep. Gaat hoor. Ja. Alhamdulillah. Kijk, als we kijken. Hij heeft hier tegenaan gelopen. Hij heeft hier tegenaan. Allemaal schilfers zie ik. Komt dat? Kijk. Nu zijn kapot. Dus kijk. Kom even achter je staan. Waar is de drukgroep deze? Dat is bij een auto. Dit is de drukgroep. Die middelste. Deze. Hier is hij versleten. Hier heeft hij de wrijf in gehad. Allemaal gammel. De drukgroep is allemaal kapot. Maar we doen die inbusje even los. En dan hebben we ook hier. Dat je er weer halen.
Dan gaan we die de voorschrift. Oh, sorry. Hij moet in delen los, denk ik, hoor. Hij moet delen los. Je kijkt in één keer eruit. Ja, hij moet delen. Komt wel eens voor dat hij in één keer eruit gaat, een koppelingsplaat? Nee, hij moet gewoon een manier om los te maken. Volgens mij de eerste keer dat hij vervangen wordt, hè? Ik denk het wel eens de eerste, denk ik. Dus de blok is nooit eerder open geweest, hè? Nee. Kon ik ook zien. Ja, dus alles zit keurig net zo. Nou. Ik ga alles laten zien, tikken misschien los. Zweet hier niet normaal. Ja, man. Calorieën verbranden. Ja. Het is een hele workout, even koppeling plaat vervangen. Ja. Ik hoorde al, als ik mijn, hoorde ik al de hele tijd al, als ik mijn koppeling indrukte, ging het geluid weg. En als ik de koppeling losliet, hoorde iets gewoon. Maar dat kan geen kwaad. Nog wat nog op die grote inbusje losmaken. Nog een keer. Tjoe, jongen. Pas op, jongen, voor je hoofd. Dat heb je nog lang nodig, Isa. Mijn hoofd is leeg. Wie gaat onze motor repareren als jij er niet bent? Huh? Ik zei, wie gaat onze motor repareren als jij het niet meer bent, jongen? Ja, er zijn genoeg mensen die jullie een motor gaan repareren, want die gaan jullie ervoor stelen. Ja. Nou, dan denk ik. Ze zijn, ik ken helemaal dieven. Het zijn allemaal dieven, zijn het. Boeven, zijn het. Ja. Ik moet eigenlijk al die gretjes opruimen hier, want ik hou hier niet helemaal, weet je, van dit hele rommel hier. Het zou nog chaotisch hier nog geworden. Het is niet meer nodig? Die hamer heb je nodig. Die heb ik nog wel nodig, maar toch hou ik niet van. Chaos. Net een luchtol, jongen. Wat zeg je? Net een luchtol? Ja. Yeah. En één keer. Hoppa.
maar deze. Eens kijken jongens. Helemaal kapot. Versleten. De tijd wel gehad, denk ik. Die adres is goed. Alles is mooi. Dus dat moet alleen vervangen worden. Ja, dit is allemaal netjes. Zien jullie wat kapot hier? Ik zie geen slijtage. Nee. Zeg maar wrijving van ijzer tegen ijzer. Laten we al die rommel wat we hier beneden zien. Is van, kijk, je ziet dat hij daar gedrukt heb. Kun je mijn plaatje voor de lijstje even luisteren? Kleintje? Ja, vanaf daar gewoon. Oh, dat is goed. Ik zie niks raars. Kijk, dit is blok of hoeveel zo? 5 kilo? Ik denk dat het je rug breekt. Dat kan wel. Want vorige keer had ik zo'n zieke vijfbleedblok. Dus dat is vier cilinder. Ging ook ziek maken. De kopjes tillen. Het ziet er allemaal netjes uit dit. Geen raar ding. Het is alleen de koppelingsplaat. De drukgroep ook toch? Nee, dit is allemaal netjes. Het is allemaal netjes dit. Helemaal die koppelingsplaat. Dit is de koppelingsplaat? Ja. Goed, ik heb helemaal kapot, helemaal versleten. Want er moet veel brood op zitten. Alhamdulillah jongens, dank weer Allah. Het is weer geflikt. Nou nog afbouwen. Ga eens maar even zoeken of je een koppelingsplaat kan vinden. Dat gaan we wel vinden. Maar het liefst dat ik hem morgen kan ophalen. Dat ik hem deze week in elkaar zet. Dat jullie na werktijd of wat dan ook klaar zijn, elke keer mij een beetje helpen. Sowieso. Je wordt wel deze week klaar. Ah, het valt wel mee. Valt mee. Gewoon even dit in elkaar douwen, heb ze kijk. En daarna een blokje erom douwen. Dan dacht je volgende dag weer een beetje. Nee, valt wel mee. Yeah. Niks aan de hand. Dus jongens, we hebben gezweet. Dat maakt niet uit. We hebben de motor dus hier een beetje liefde gegeven. En hoe? Ja, niet normaal. Dus jongens, we gaan jullie verlaten, dus ik hou jullie op de hoogte nog wat gaan doen, hoor. Dus, auf Wiedersehen!